Ben jij soms ook bang om een vraag te stellen die je in je hoofd hebt of iets te vertellen wat je graag wilt delen omdat je het belangrijk vindt? En ben je dan ook bang wat jouw manager of jouw directeur of misschien wel jouw docent daarvan vindt? En ben je dan bang om misschien dom gevonden te worden of om niet aan de verwachtingen te voldoen? Deze video leg ik uit wat er gebeurt en wat je daartegen kunt doen. Ik ben Saskia Kleijsen en ik maak video's over hoogsensitieve high sensation seekers, afwijzingsgevoeligheid en persoonlijke ontwikkeling. Vind je dat leuk? Abonneer je dan even op mijn kanaal. En als je daar dan toch bent, like ook even deze video, want je helpt mij enorm met mijn zichtbaarheid en mijn bereik. Wat gebeurt er in je hoofd op het moment dat jij graag een vraag wil stellen en het niet durft? Wat je doet is eigenlijk met je vragen in je hoofd je verplaatsen in de schoenen van deze manager, directeur of docent. En je gaat nadenken wat deze persoon daarvan zal gaan denken, wat hij dan zal gaan doen of wat hij daar misschien wel bij voelt. En op dat moment denk jij dat die persoon iets vindt van jou en dat is vaak iets negatiefs als wat een klein kind, wat een dom kind dat hij de vraag stelt. Dus daar ben je bang voor. Maar wat je vergeet is dat je dan in je hoofd ook iets heel lelijks maakt van deze persoon. Namelijk een hele grote, donkere persoonlijkheid die van alles negatief vindt over jou. Dus dan gaat het contact niet meer van jou met deze directeur, manager of docent. Maar dan denk je dus dat dit de relatie wordt. En wees nou eerlijk, als ik dit zou zijn, zou ik dat ook niet fijn vinden om te gaan doen. Dus ik ga ook geen vraag stellen. En wat kan je daartegen doen? Nou, op het moment dat jij dit gevoel krijgt, is dat wat het is. En dat mag blijven bestaan. Je mag angstig zijn, je mag onzeker zijn, want we weten immers niet hoe deze persoon zal gaan reageren. Maar wat de oplossing is om dit toch even een klein beetje te parkeren, het te verdragen en je te focussen op de vraag die jij hebt. En waarom het zo ontzettend belangrijk is voor jou om antwoord te krijgen op deze vraag. Want met het antwoord kan jij weer verder, ontstaat er helderheid, duidelijkheid en dat is het allereerste wat iemand nodig heeft als hij hoogsensitief is. Want dan met die informatie, met die duidelijke informatie, kan jij de diepgaande informatieverwerking in om dat te processen en daar een goede uitkomst uitkomt of een mooi resultaat of een goed inzicht. Dus als je focust op het belang en het nut en de noodzaak van deze vraag, blijf je op eigen grond en geef je de ander ook de gelegenheid om antwoorden te geven op alle vraagstukken die jij hebt. En waarom is dat nou zo belangrijk? Dat is belangrijk omdat je eigenlijk deze vraag in je rugzak wil stoppen, samen met al deze informatie, kennis, vaardigheden waarover deze persoon beschikt. En op het moment dat jij dat in je rugzak kan stoppen en het in je hoofd even lekker kan sudderen en malen en verbinden met allerlei andere data die jij ook nog hebt, dan kan er weer iets nieuws uit ontstaan. Dat is iets waar jij weer mee verder kan of iets wat jij kan bieden voor het project of om weer beter te kunnen leren, om stappen te maken. En dat heb je ontzettend nodig om weer iets moois aan de wereld te geven. En dat is nou precies wat het de moeite waard maakt om het ongemak van het stellen van deze vraag en het onbekende wat je niet weet wat er terug gaat komen, een plekje te geven. Zodat dit zich kan mengen tot weer iets nieuws, iets belangrijks voor jou. Ik wens je heel veel succes.